Oma leest voor. Kolletje 4. Vies eten. Dit lust ik niet, zegt Kolletje. Ze roert met haar vork door de spaghetti. Ze trekt een vies gezicht, legt de vork neer en doet haar armen over elkaar. Probeer het nou maar, zegt papa. Je zult het best lekker vinden. Nee, ik vind het vies. Die sliertjes lijken op wormen en dat rode lijkt wel bloed. Dat is het niet. Dat weet je best, zegt mama. Papa en mama eten gewoon door. Kolletje kan wel zien dat ze het lekker vinden. Hmm, jullie smakken, zegt ze. Als jij je bord leeg eet, mag jij ook smakken, belooft papa. Mama schept nog wat spaghetti op haar eigen bord en doet er saus over. Geef mij ook nog maar wat. Het is heerlijk, roept papa. Kolletje kijkt om zich heen. Ze wil die vies smakkende papa en mama niet zien. Op het aanrecht staat een bakje met aardbeien. Wat is het toetje? vraagt Kolletje. Dat is vandaag ook heel lekker, antwoordt mama. Aardbeien met ijs en slagroom. Een feestmaal, zegt papa. En Kolletje likt haar lippen af. Mag ik wat meer? Want ik heb reuze honger. Meer spaghetti? Mama kijkt verbaasd. Nee, meer ijs. Papa en mama kijken elkaar aan. Je kent toch wel onze regel? zegt papa. Welke regel? Wie zijn bord niet leeg eet, krijgt ook geen toetje. Mama knikt. Ja, dat is de regel. Wat gemeen! zegt Kolletje boos. Eet je bord nou maar leeg, dan krijg je ook een toetje, zegt mama. Kolletje pakt de vork en prikt in de spaghetti. Er komt één sliertje met een piepklein beetje saus op. Ze doet haar mond een stukje open, maar zodra de spaghetti haar lippen raakt, trekt ze een vies gezicht. Brrr, het is koud. Dat kan ik niet meer eten. Gooi maar weg. Geef je bord eens hier, dan warm ik het even op, zegt mama. Kolletje zucht. Ze had zo gehoopt dat ze het niet op hoefde te eten. De magnetron piept en mama zet de warme spaghetti weer voor haar neer. Zij en papa zijn uitgegeten en kijken geïnteresseerd naar Kolletje. Papa, mama, hou op! Zo kan ik niet eten! zegt Kolletje verongelijkt. Ze halen hun schouders op. Papa gaat afruimen en mama gaat aardbeien wassen. Als ze even niet kijken knijpt Kolletje haar ogen stijf dicht, denkt aan een leeg bord en fluistert Katerina, Roselia, Letizia. En als ze haar ogen opent, is de spaghetti weg. Op, roept ze en ze schuift het bord van zich af. Papa en mama kijken verbaasd. Dat kan niet, zegt papa. Dat bord ziet er helemaal schoon uit. Hij kijkt haar streng aan. Heb jij de spaghetti weggetoverd? Ja, antwoordt Kolletje eerlijk. Nu is papa echt boos. Hij schept het laatste restje spaghetti en de saus uit de pan en gooit het op Kolletjes pot. Warmt het op en zet het voor haar neer. Geef je sokken hier. Maar, sputtert Kolletje, tover sokken uit. Met tegenzin doet Kolletje haar gestreepte sokken uit en geeft ze aan papa. Hij hangt ze over zijn stoel. Mama is intussen klaar met de toetjes. Ze zet twee schaaltjes met ijs, aardbeien en slagroom op tafel. Die toetjes die zien er superlekker uit. En Kolletje wil dat toch niet missen. Zal ze eens heel dapper zijn? Stoer neemt zijn hap van de spaghetti. Mmm, die smaakt niet eens zo heel erg vies. Het is niet zo veel en Kolletje propt alles snel naar binnen. Zie je wel dat je het lust, zegt papa. Kolletje koud, slikt alles door. En neemt een slok water om alles weg te spoelen. Mag ik nou een toetje? Ruik jij wat? vraagt mama aan papa. Papa snuffelt. Ja, jakkes. Vieze zweetsokkenlucht. Zijn dat jouw voeten? Nee, ik heb vandaag schone sokken aangetrokken. Dan kijken ze naar de toversokken. Papa knijpt, ze, knijpt zijn neus dicht. Het zijn die dingen. Mama knikt. Dat is waar ook. Die sokken gaan stinken als iemand ze afpakt. Dat heeft Letitia verteld. Mama schuift het toetje van zich af. Ik ben misselijk van die stank. Ik hoef niet meer. Papa duwt zijn schaaltje ook weg. Mijn eetlust is ook bedorven. Kolletje buigt zich over de tafel en trekt de schaaltjes naar zich toe. Dan eet ik ze maar op. En ze begint te lepelen. Kolletje, je smakt, zegt mama. Kolletje haalt haar schouders op. Ze is heel tevreden met zichzelf. Ze heeft net spaghetti leren eten en ook nog eens twee toetjes gekregen. En dat allemaal dankzij haar toversokken. Zelfs als ze die niet draagt, werken ze toch nog heel goed.